Misselijk. Ja. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik de challenge doen. 24 uur lang alleen maar roze eten. Ik heb al gelijk een roze shirtje aan en een roze scrunchie. Een beetje roze vast in de stemming te komen. Dat vroeg heel veel mensen, dus ik dacht, deze ga ik gewoon doen. En ik vond het zelf ook wel super leuk om te doen deze. Dus super veel zin in. Dus ik hoef niet in deze kamer te blijven. Nee, het is dit keer gewoon roze eten. En hoe heet het? Ik heb voor roze gekozen omdat, kijk, er zijn natuurlijk heel veel kleuren. Maar kijk, want bruin of zo lijkt me een beetje raar. En blauw, nou, de blauwe tong krijg je. Groen, groente, geel, ruit, banaan, ananas. En roze, snoep. Dus ik heb er super veel zin in. Als jij er ook veel zin in hebt, geef dan een dikke duim omhoog. Abonneer hier beneden. En let's go gewoon dan. Dan gaan we nu naar de supermarkt. Roze. Oh nee, dit zijn meerdere kleuren. Nee, dit is gewoon witte. Dit is eigenlijk... Deze heb ik thuis. Wat vet. Nee, ik hou niet van bubbelicious. Kijk dan. Gewoon roze stokken kopen. Ik weet niet of dit telt voor roze. No. Het is een beetje rood, dus ik doe het maar niet. Op zoek naar rozen. Het zijn aardbeien. Het gaat niet helemaal goed hier. Oh, oké, dat is iets anders. Gelukkig. Where's the praise? I don't know where the praise is. Ik ga zo wel kijken. Nou en. Oké, Jola. Door. Nee, alleen een roze verpakking. Niet zelf roze. Dus ik ga gewoon gelijk hier. Kijk, hier zijn van die varkentjes. Biggetjes. Het zijn geen varkens. Dat is lekker. Wat is dit dan? Bekendtrekkend zure. Oh nee, ik hoef hem aan. Oh, lekker. Echt lekker, man. Lekker. Ik moet er even in. Wat is dit? Nee, het is zoet. Het moet ook een beetje gezond zijn, hè? Nee, roze. Maar niet goed. Nou, dat is roze koek, maar daar heb ik geen zin in. Ik ben echt een beetje... Ja, een soort kopje. Nou, gewoon dit meenemen. Ja, lekker. Oké, we gaan in het volgende rijtje. Bieten, dat kan ik eten voor avondeten, dus... Dat moet ik eigenlijk hebben. Maar ik ga gewoon mama erbij halen. Ik zeg, help me. Nou, dat is het. Nee, maar ik heb nog niet eens aardbeien gepakt. Ja, maar ik wist niet, ik zag voor niet. Je. Aardbeien. Dank je, ik zag niet de prijs. Aardbeien die in de aanbieding waren heb ik. En dan moet je nu bietjes zoeken. Ja, maar die was ik ook aan het zoeken, alleen ik kon hem niet vinden. Oké, even mijn broek goed doen. Aardappel heb ik nog, check. Je kan zeg maar bietjes met aardappel mixen en dat wordt dan samen roze gewoon helemaal. Dus rode kool, rode bieten. Ja, beetje raar is mama. Dus deze erin gooien. Mandje begint te vullen. Dit wordt zwaar. Haha. Oké, Daniel. Goed bezig. Yep. Het enige ongezonde wat ik nu heb, is aardappelpuree en autodrop. Roze soep. Ja. Wat? Roze soep. Soep? Roze soep gaan we maken. Hier. Moet er de andere producten nog in? Want dan moet je die even erbij doen. Ja, dan moet je hebben magere kwark. Yay! Woehoe. Roze kopjes. Ik ben blij. Tompoesen! Nee, dat is alleen boven dan eten. Oké, hagels lachen.
Wow. Oepsie. En trouwens, mijn roze puist matcht ook met mijn dag. Nou, ik pak dit even mee. Ja. Mama, ik pak dit even. Ja. Dat zou echt raar zijn. Frambozen hier. Frambozen. We hebben altijd vries gewoon. In een shake doen we dat al. En dan wordt het ros. Tun tun tun. Hallo mama. Oké, we gaan terug naar huis. Ik kan nu eindelijk eten. Thuis! Yes, yes, yes! Oké, een shake maken. We nemen granaatappelpitjes. Aardbei. Een naantje en wat havermout. Dat vind ik helemaal een vette uitdaging, dat het nog gezond is ook. Nou, de meeste dingen. De meeste dingen, niet alles. Nee, 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 dat kan echt niet. Nee, nee. Oh ja. Oeh. Lekker. En dan is het nu tijd voor een beetje drinken. Oké. Okay. Het smaakt naar snoep. Oh. Ik hou er echt niet van. Echt zoete bende. Echt heel chemisch. Het smaakt gewoon naar een kauwgombal. Roze snoepjes. Het is autodrop. Zo, fietsje even geparkeerd hier. En nu ga ik even een beetje hier zitten met een uitzichtje. Oh, het zonnetje komt weer. Hier heb je een uitzichtje. Op het water. Ja, ga ik even weer chillen. Dus ik ga even wat eten pakken. Roze. Ik had van die paaseitjes, die heb ik even meegenomen. Eén zoontje. Een paar. Het is lekker. Maar ik ga er nog meer bakken, want het is gewoon lekker. Dat waren jongens die langskwamen, die stoer deden. Wow, dang. Nou, geef toe, het is donkerroze. Ja, op de camera lijkt het rood, maar het is donkerroze. Nobody's ever gonna love you like you do. Like you, like you, like you. Love you like you love yourself. Kleurtje, een roze. Als jullie het niet geloven. Roze. Zo, wij gaan roze taart bakken. Mama vooral. Roze taart maken, jongens. Oeh, lekker. Jola zou helpen, maar... Oh, jongens. This is Pinky. Daar gaan we dan. We gaan nu dus voor roze soep. En die gaan we maken van rode bieten. En een beetje rode kool. Zie dan joh, je soep. Yeah. Waarom ik zo met mijn dekeltje en mijn soepje zit is omdat... Ja, ik raad het je zeg maar niet heel erg aan om dit te doen. Nee, vind je die leuk? Jawel, maar juist wel. Alleen, ja, ik ben wel een beetje... Daarmee? Nee, ik ben wel een beetje, zeg maar... Misluk? Ja, een klein beetje wel. Nee, ik heb... Nee, nee, dat niet. Maar ja, die shake was wel gezond. Ja, en ik had nog een paar paaseitjes. En die roze. En
voor de rest een beschuitje met muis, met hagelslag. Oké, maar dat beschuitje is niet echt heel onopzien. Maar ik heb gewoon een vieze nasmaak of zo in mijn keel. Oh. Dat is het. Niet misselijk, maar een nasmaak. Zo goor. Dus daardoor ben ik een beetje zo, weet je wel. De soep is heet nog, hè? Mm-hmm. Maar hij is wel lekker. Ja. Ik ga even echt laten zien dat het echt los is. Nou, hij is wel roze hoor, joh. Hij is inderdaad roze. Er zit tussen een roze en een paars in. Maar... En nu ga ik dit roze hapje. Het is trouwens bieten en aardappelpuree door elkaar. Maar dat ga ik even eten. Maar de soep was wel iets rozer nog, hè? Ja. Dit noem ik wel iets minder roze. Lekker boeien. Doe iets lekker. Natuurlijk wel roze. Wat eten we? Mm-hmm. Taart, it is! Morning. Het is zondag. Ik had wel kunnen stoppen. Oké, nou. Ik ga lekker zo opnemen. Hallo Jack. Zeg maar even hallo. Wat doet hij nou? Gaat hij op me klimmen? Dat betekent dat de challenge is afgelopen. Vonden jullie het nou een leuk video? Geef dan een dikke duim omhoog. Ik vond het wel leuk om te doen. Alleen werd ik soms wel een beetje misselijk. Omdat al dat snoep en zo, weet je wel. Ja, ja. Maar, en abonneer hier beneden. Dan zou ik zeggen, tot de volgende video.